allemaal en super tof dat je kijkt naar alweer een nieuwe video. En in deze video ga ik een dag leven van kortingen. Hoe is dat om een dag als vegan te leven op kortingen? Zijn er leuke aanbiedingen? Kan je dan nog steeds gezond eten? Is het rendabel? Of heeft het eigenlijk allemaal niet zoveel zin? Of kom ik er spotgoedkoop uit? Ben je daar nou benieuwd naar? Check dan zeker deze video. En voor deze video ga ik het volgende doen. Allereerst heb ik de bonus vegan Instagram gecheckt. Maar al snel kwam ik ook tot de conclusie dat ik even volgertjes ging kijken. Omdat ik tussen 3 supermarkten woon waar zij niet de bonus van deelt. Ja, ze deelt ze wel van de Albert Heijn. Maar ik heb ook nog wat persoonlijke bonus. En ja, die deelt ze natuurlijk niet op haar Instagram account. Wat logisch is, want ja, dat is mijn persoonlijke bonus. Maar daarvoor gaan we eerst even naar de website. Ik ben nu op de website van de Albert Heijn en zoals je ziet zijn de bananen voor mij in de bonus, wat heel chill is. De vegetarische stukjes, nou, paprika is in de bonus, sojabonen, nog wat crackers en zo. De paprika is sowieso in de bonus. Tomaten, avocado, snoepfruit, blauwe bessen, appels, pizzabodems, maaltijdsalades. Nou, een heleboel dingen zijn in de aanbiedingen. Ik ga ze even noteren, althans de dingen die mij lekker rijken. Ik heb inmiddels bij zowel de Ecoplaza, de Nettorama, als de Fomar, als de Albert Heijn gekeken wat aanbiedingen zijn. Daaruit 3 maaltijden verzameld. En nu is het tijd om met jullie de stad in te gaan. En ik denk wel dat ik ga durven te filmen. Of in ieder geval, ik weet niet of ik durf te praten, maar ik durf in ieder geval wel om de aanbiedingen te laten zien. Zodat jullie echt zien dat het echt, echt, echt aanbiedingen zijn. En dat ik niet zomaar zeg, nee, dat was in de aanbieding. Nee, de bordjes gaan niet liegen. Deze kortingsdag ga ik mijn dag super gezond beginnen. Namelijk met een smoothie van spinazie, blauwe bessen en frambozen en bananen. Ik ga denk ik 2 bananen blenden met wat spinazie. En dan dit het lekker er doorheen roeren en nog een banaan er doorheen roeren. Want ja, dat is toch eigenlijk wel het lekkerst. Hier heb ik eigenlijk best wel zin in. Maar eerst moet ik dus nog even de spinazie wassen. Qua plastic moet je niet denken als je op korting wil leven. Ja, daar hebben we het maar even niet over. Je zou bijna niet denken dat dit een kortingsontbijt is. Het is één groot feest. Ik heb gewoon alle bosbessen en frambozen erin gedaan en dus de laatste banaan. En volgens mij is dit super lekker. Maar dat gaan we natuurlijk even testen. Ik moet zeggen, ik ben heel erg gewend om elke keer mijn eiwitpoeder erin te doen. En dan wordt het sowieso altijd een beetje zoetig. Dus ik moet even weer wennen aan de best wel aanwezige spinaziesmaak. Maar het is best wel lekker. Ik ben terug van het sporten. En ja, dat was voor het eerst in de sportschool. Zo lang geleden is deze video opgenomen. Ik heb zin in een lekkere maaltijd. Een stevige maaltijd. En daarvoor heb ik het volgende dus gekocht. Ik ga een pizza eten met tomaat en paprika. En ook tofu reepjes. En omdat ik niet echt een saus kon vinden, dacht ik, doe dit er gewoon als topping bovenop. En ook spinazie, dat doe ik gewoon. Deze gaat wel in de oven, maar dit dan niet. En ik ga even proberen om van de tomaten toch een soort van, ja, tomatenpasta iets te maken. Dat ik dat erop kan smeren. Dan wat losse tomaatjes erop, wat paprika erop, wat tofu reepjes erop. Dan gaat die in de oven. En dan tot slot de komkommer en venkel. Ik ben hier heel benieuwd naar. Ik ken deze helemaal niet.
Nou, zeg je, is het geen plaatje, jongen? Ik ben trouwens heel erg benieuwd naar dit slaatje. Zeg, lang geleden dat ik zo'n slaatje heb gegeten. Heel lekker deze. En dit is dan het eindresultaat. Ik heb alleen het idee dat hij nog steeds wel een beetje slapjes is. Dus ik weet niet of dat komt doordat mijn saus waterig is of dat het gewoon aan de bodem ligt. Maar goed, we gaan hem even testen. Ik denk dat ik dit toch gewoon met mes en vork moet eten. Nou, cheers mensen. Hij heeft meer crunch dan ik had verwacht. En dit erbovenop. Dat is mijn toptip. Ik ga er nog meer op doen. Daardoor wordt het heel... Het heeft echt een beetje die romige feeling. Snack time. Zo, mijn laatste kortingsmaaltijd. Die eet ik lekker even lui vanaf de bank. Ik heb er zin in. Dan salade gaat er altijd wel in. Ik vind dat altijd eigenlijk veel te duur. Maar ja, nu was het met korting. Dus dat is echt heel chill. Jongens, ik heb dus net mijn avondmaaltijd op. En it's that time of the month again. Ik heb zin in iets zoets. Het liefst iets chocoladerigs. Ik kan met eiwitpoeder aan de slag gaan. Ik heb nog bamboekoffie en ik heb karamelsaus. Daar kan ik een heerlijke latte van maken. Ik heb nog sojamelk, havermelk. Nee, havermelk heb ik alleen nog. Nou, lang verhaal kort. Ik heb nog van alles in huis om mezelf enorm te treaten. Maar dat is natuurlijk niet echt leven op kortingen. Dat is gewoon vals spelen op korting. Google is my friend. En hij weet alles. Please, laat er iets chocoladerigs in de aanbieding zijn. Volgens mij was dat gewoon niet het geval. Vond ik echt een beetje verdrietig. Ik begin gewoon met de appie. Bonus. Ja, de Oatly haverspread is in de bonus. Nou, daar hebben we helemaal niks aan. Oh, wat grappig zo. Albert Heijn is zo actueel. Actueel? Accuraat. In ieder geval, ik heb natuurlijk gisteren boodschappen gedaan voor deze challenge. En nu staat bij mijn persoonlijke bonus meteen de Maggiona pizza. Wow, ja dat zei ik echt. Ik bedoelde de Maggioni pizza. Delicata Everyday Chocolate zijn in de bonus. Waarom heb ik dit niet eerder gezien? Oh, welkom ga ik nemen. Hebben ze alleen maar... Oh, ze hebben ook hazelnoot puur. Oh. Op een klein stukje lopen naar de sportschool zit ik al de hele dag binnen. Dus op zich is het ook wel even goed voor me. Maar dit is dan weer echt zo'n struggle. Ga ik nu lopend naar de supermarkt voor een reep chocola. Het is het leven op kortingen. Hoewel het natuurlijk goedkoper is om iets wat je in huis hebt te gebruiken, is natuurlijk niet echt eerlijk. Home sweet home again. Ik heb deze gehaald, maar ik kwam er bij de Albert Heijn dus ook achter dat blijkbaar deze in de bonus waren. Echt heel raar. Want het staat nou niet echt op de bon dat het echt bonus was. Maar er stond dat hij nu 2 euro was in plaats van 3 euro. En ik dacht, nou dat is in ieder geval een euro goedkoper. Dus dan mag ik het kopen. Dus ik ga eerst even een Vegano Classic Magnum nemen. En met het ijsje en uiteindelijk de halve reep chocola sluit ik deze kortingsvideo af. Vond ik het? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Het is natuurlijk wel even ingewikkeld als je echt alleen maar van kortingen mag leven. Sowieso is het niet per se goedkoper om van kortingen te leven. Want bijvoorbeeld die pizza was nog steeds vrij prijzig. En bijvoorbeeld zoiets als pasta saus of zo, dat kost 33 cent. Dat is nooit in de aanbieding. Omdat het bij voorbaat al heel goedkoop is. Dus ja, korting wil niet altijd zeggen dat iets echt goedkoper is. En tuurlijk heb je soms echt goede aanbiedingen waarbij dingen gratis zijn. 1 plus 1 gratis. En zeker met producten die in glas zitten of houdbare producten. Ja, zijn dat natuurlijk wel goede aanbiedingen. Maar voor de rest is eigenlijk mijn tip, laat je vooral niet echt verleiden door al die kortingen. Want ja, weet je, het klinkt leuk, heel veel bonus hebben of heel veel korting. Maar in the end ben je niet eens zo heel veel goedkoper uit. Dat gezegd hebbende vond ik dat ik heerlijk heb gegeten. En je kan ook zeker gezond eten met korting. Ja, je wordt ook creatief, vind ik altijd weer, van dit soort video's. Dat ik denk, oh, nu moet ik alleen maar met deze producten iets bedenken. Maar dat ging helemaal goed. Ik hoop dat jij het een hele leuke video vond. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check je snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!